IDO is het contactpunt voor de vrijwillige inzetter. Dat gebruiken wij om vooral in de maatschappelijke stages te komen tot het creëren van zinvolle stages waar jongeren ook plezier aan beleven. Stages waarin jongeren hun talenten leren ontdekken. En stages ook waarin zij met die talenten iets voor een ander kunnen betekenen. Ik ben Nikita, daar ben ik goed in communiceren. Omdat ik gewoon met mensen op kan gaan en veel van praten houden. Op onze website zit heel veel informatie over de maatschappelijke stages. Voor de scholieren, maar ook voor de aanbieders en de docenten. Die kunnen zich aanmelden, zodat ze ook onze stagebank kunnen bezoeken. En daar staan een heleboel stages. We hebben er nu 140 op staan. En dat varieert van het zijn van de voetbalscheidsrechter, creatieve activiteiten begeleiden. Maar ook een actie bedenken voor mensenrechtenorganisatie. En wat ik zelf ook wel heel erg leuk vind is verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen helpen bij paardrijlessen. Dus eigenlijk voor iedereen is er wel een leuke stage te vinden. In het begin dan hoor je dus, je moet zelf een beetje stage gaan uitzoeken. En dan krijg je wel advies van daar en daar moet je eens gaan kijken van is dat misschien wat. En dan ga je op onderzoek uit. En toen ben ik eerst bij een soort tafeltje dekje centrum uitgekomen waar ze dan administratie doen. En daar heb ik dus de eerste periode gezeten. En ik had maatschappelijk stage toen afgerond. Ik heb dus, net als Marjolein, heb ik op de Merenwijkschool kinderen gewoon geholpen met lezen. En met het maken van een presentatie, dat heette dan een krantenkring. Dan moesten ze een krantenartikel uitkiezen. Vervolgens dat gaan samenvatten en dan een presentatie erover houden. En op die manier leerden ze toch echt de Nederlandse taal net iets beter. En op een gegeven moment zat ik in de klas, toen werd ik uit de klas gehaald. En toen werd verteld dat er nog een andere maatschappelijke stage voor mij was. En het was bij een jongere sociëteit. Dacht ik, voor licht en geluid. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk. Dat lijkt me wel wat, want ik wil ook die richting op. En dat ben ik gaan doen en dat was dan op zaterdagavonden vaak. Dus dat kwam dan ook goed uit met school. En dan krijg je dus bandjes of cabaret en dan ga je daar een beetje licht en geluid doen. En zo ben ik daarin verder gegroeid. Ik zit nog steeds bij de jongere sociëteit. En ik heb dat ook weer kunnen gebruiken om een baan te krijgen in die richting. Dus ik heb mijn maatschappelijke stage ben ik ook weer zo ver gegaan dat ik nu gewoon werk heb in diezelfde sector. Ik ben Brian en ik hou van sport. Omdat ik zo van sport is mijn weerstand top en ben ik nooit ziek. Wij lopen met school altijd bij VTV. En dan met gehandicapte kinderen gezellige dag ervan maken. Eén keer hebben we sportdag met ze gehad. En dan daarna afsluiten met een disco. En ze maken ook wel eens kerststukjes met al die mensen en allemaal van die opdrachten. En ik ben één keer bij die sportdag geweest en één keer bij een disco. Ik heb daar zo heb ik toen die kerststukjes gemaakt met haar en nog iemand. En toen vond ik het wel heel erg leuk, dus toen ben ik daar vrijwilligerswerk gaan doen. En dat doe ik nu één keer in de twee weken op vrijdagavond op die disco. Maar als je daar dan zeg maar werkt, dan ben je onwijs dankbaar voor wat je doet. Net zoals vorige week liep ik op straat. Toen kwam ik er eentje tegen en zei hey, en maak je een praatje met ze, is onwijs leuk. Ze herkennen je ook overal. En wat doe je met jou? Ja, dat is gewoon, het is heel leuk dat ze je herkennen. En dan is het ook, ze zijn gewoon normaal, ik weet niet. Het is gewoon, ze zijn veel meer dankbaarder voor wat je doet dan de rest, zeg maar. Ik zou gewoon een ervaring minder hebben. Heel simpel is het. En het is eigenlijk een ervaring die ik niet zou willen missen. Het is echt een hele bijzondere ervaring. Dus ik heb absoluut geen spijt van dat ik het heb gedaan. Hi, ik ben Janine en ik heb gevoel voor mode. Dus ik zie er op mijn werk altijd goed uit. De Stichting Spelgroep Phoenix promoot spellen en doet dat op allerlei manieren tot demonstreren van spellen. Mensen met een autismestoornis helpen met spellen om bepaalde problemen voor zichzelf op te lossen. Scholieren die met bepaalde leerproblemen zitten, die kunnen bij ons terecht. Leraren die kunnen bij ons terecht als ze met leerlingen zitten die problemen hebben. Een heel breed scala, maar alles is gecentraliseerd rond het spel.
In het maatschappelijke stagetraject zijn wij bezig met voorlichting naar allerlei doelgroepen toe. We zaten met de situatie dat er een doelgroep was die wij niet kunnen bereiken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan naschoolse opvang of lagere scholen, de meeste van ons die werken. En ja, om ook een activiteit te hebben die binnen schooltijden en dergelijke kan plaatsvinden of in de naschoolse periode, wilden we kijken om daar maatschappelijke stagiaires in te zetten. Nou, dat bevalt prima. We hebben een aantal maatschappelijke stagiaires gevonden. En die zijn erg gemotiveerd en die zijn ook erg enthousiast in het verhaal. En tot nu toe zijn de ervaringen gewoon goed. Het is eigenlijk aan de stagiair zelf om te bepalen wat hij met zijn stage doet. Ik ben Jan en ik ben altijd op tijd. En ik ben dus super punctueel en daarom kun je echt op mij bouwen. Zorg dat je op tijd begint met zoeken, want dan zijn de leukere stages er nog. En anders moet je heel snel maar een stage kiezen dat je waarschijnlijk toch niet leuk vindt. Dus begin op tijd met zoeken. Wees niet bang welke stage je kiest. Als het maar leuk is, komt het allemaal wel goed. Kies wat je gevoel ingeeft. En maak er dan wat van. Niet denken dat je voor lul staat, maar gewoon naar binnen stappen en het vragen. Ik zou iets kiezen waar je nog niet zoveel van weet of waar je niet zo gauw het dagelijks leven mee in aanraking komt. Want dan is de ervaring groter en wordt waarschijnlijk minder saai en heb je er ook wat meer aan. Als je met mensen werkt, maakt niet uit of het kleine kinderen zijn of oudere mensen, zorg dan dat je elke week of elke maand ongeveer met dezelfde mensen werkt. Dan kan je echt een band met ze maken. Ik ben Soufian en ik denk echt heel veel na. Dus als je mij iets vraagt, krijg je zeker een weloverwogen antwoord. We willen heel graag dat leerlingen ook naar onze huissite gaan. Want dat is de bedoeling dat het meer interactief wordt. Dat leerlingen daar hun filmpjes op kunnen zetten en foto's en verhalen. En we willen heel graag dat leerlingen meedenken, meebeslissen over de maatschappelijke stages. Dus bezoek vooral onze website en meld je aan bij de huis.